Techzine Talks where Techzine analysts bridge the gap between IT solutions and the people who need them. Techzine is your single source of truth. For more information and insights, visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast. Ja, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Techzine Talks. En deze aflevering gaan we het hebben over regionale datacenters, want die zijn in de problemen. Door de energiecrisis. Ik heb het ook gehoord, ja. ja. ja we ja, zijn de laatste tijd sowieso nogal van de datacenters. Hè. We hebben het een, een tijdje geleden over de onderzeese datacenters. En dan gaan we nu weer zeggen dat die, in, dat die op nu nog in de problemen komen, ook als het regionale datacenters zijn. Nou, het zijn eigenlijk meer de niet-hyperskill datacenters die in de problemen zijn, denk ik. Ah, Oké. Okay. Maar wat, uh, waarom? Uh, wat, uh, wat is de aanleiding eigenlijk voor deze. Voor deze nou, we zagen wat de nieuwsberichten voorbij komen en die hebben we bij elkaar gebundeld. En toen zagen we een bepaalde lijn. En toen dachten we, die is misschien wel interessant om te bespreken. Ja. En, uh, de lijn is uh, ja, dat uh, de hostingproviders in Nederland, hè, de, je hebben natuurlijk hele grote, maar ook heel veel kleintjes. Ja, die maken gebruik van de datacentra in Nederland. Maar de stroomprijs, ja, die, die moeten zij zeg maar actueel afrekenen. Of ja, die, sommige datacenters hebben ongetwijfeld een jaar of een twee jaar contract gehad. Maar daar komt in ieder geval nou een einde aan. En dan gaan die energietarieven omhoog. Want we zitten nu in de energiecrisis. Waarbij de, de, de stroomprijs natuurlijk uh, door het dak gegaan is. En dan moet je in zo'n lokaal datacenter gewoon fors hogere tarieven gaan betalen. Want ja, die stroom die moet toch afgerekend worden. Terwijl, als je kijkt naar de hyperscale datacenters. Uh, ja, die hebben daar geen last van. Want die hebben... Langlopende contracten die kopen vaak complete windparken op of zonneparken, en dan kopen ze de, 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 de opbrengsten uit op, als het ware, dus, dus die worden wel uh, voorzien van stroom. Maar zijn er ook al, ook al voorbeelden bekend dan van, uh, van regionale datacenters die ermee uh, gestopt zijn? Omdat ze... Nou, zover is het nog niet gelukkig, maar ik denk dat dat misschien een kwestie van tijd is. Ja, dat zou kunnen. Moeten moet we nog een bumpertje doen? Ja, zeker. Oh, Dit oh. was de intro, hè? We oh. gaan er zo dus eens over doorpraten, natuurlijk. Dus uh, we moeten een beetje spannend houden hè, voor de luisteraar. Ja, dat is heel belangrijk. Dus, uh, Sander, datacentra. Daar zijn we weer. <laughs> ja grappen maken. Ja, nee, we praten veel over datacenters, maar ja, het is ook gewoon uh, de, de backbone van, uh, van van het internet, als het ware. De backbone. Bedoel backbone, je? sorry. Backbone, dat zijn andere dingen. Ja, dat zijn dingen zonder uh, C4. Ja, dat zijn dingen zonder C4. <laughs> Ik denk niet dat je backbone's heel veel dingen kan draaien. Dat wordt een beetje lastig. Nee, hè? maar uh, de backbone inderdaad. Um, nou ja, weet je, de de Zoals ik net al zei, er kwamen wat nieuwsberichten samen. Hè. Er was ook een, een onderzoeksrapport van de Chine Synergy Research Group. En um, ja, die gaf aan dat op dit moment in de Europese markt... 72% van de cloudmarkt wordt al gedomineerd door Google, Microsoft en AWS. Dus daar komen al die lokale spelers al niet aan te pas. Nee, ja, maar, goed, maar dat is op zich geen nieuws. Hè. Dat, was, dat was al zo. Dus dat ja, is, uh... maar dat aandeel... ja. Als je dat legt naast het bericht dat, uh, dat er financiële problemen zijn voor die uh, lokale spelers. En als daar dan de prijzen voor ze omhoog gaan en die grote jongens hoeven de prijs niet te verhogen omdat die de stroomvoorziening beter geregeld hebben. Omdat ze zo groot zijn en, en dus die, die, die maxpositie als het ware hebben. Dan uh, wordt het verschil in prijs nog groter. Waardoor er waarschijnlijk nog meer naar die grote cloud zal gaan. Ja, maar in principe is dat toch, ja, ik, ik, ik zie, um, eh, ik probeer hier ik heb, wat advocaat van de duivel te spelen, maar waarom is dit eigenlijk een probleem? Nou, ja, je, daar, voor, voor die regionale datacenters dat is het een probleem, want die, 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 die hebben geen klanten meer natuurlijk. Maar. Ik wou zeggen, dat, uh, ja, dat is wel een probleem. Plus, ja. dan komt dus alles uh, te draaien bij al die grote Amerika Amerikaanse corporaten. Amerikaanse? Ja, ik ben te veel in Amerika geweest ja, ja. afgelopen week, denk ik. Uh, nee, maar dan, dan komt alles bij die grote Amerikaanse kopers te draaien. Ja, en dat is vanuit uh, uh, compliance misschien niet altijd wenselijk. Hè, er zijn lock-in theorieën, uh, in hoeverre die opgaan. Ja, maar dan is het niet, niet gewoon iets wat sowieso gebeurd zou zijn. Omdat die, die hyperscalers en ook andere partijen, want het artikel wat je aanhaalt, dat gaat deels over Microsoft, Google en AWS, maar ook over... Andere grote cloudspelers, eh, Salesforce, IBM en uh, nou die laatste ben ik even kwijt wie dat was. Die, die heel veel uh, uh, van de cloudspend uh, binnenhalen. Ja, die ontwikkelen ook heel erg snel en die, die, die krijgen ook heel snel nieuwe features bij hè, en nieuwe dingen. Dat ga, je, dat, ga je nooit, dat ga je nooit bij kunnen benen als je dat, uh, als je, als je dat lokaal moet doen. Dus ja, aan de ene kant kan het best zijn dat het versneld wordt door de, door de huidige prijzen. Maar ik vraag me af, en dan moet ik moet zeggen, ik heb dat, uh, dat heb ik niet onderzocht hoor. Maar ik vraag me af of dat niet gewoon al. De trend is, is, is die al jaren bezig is? Alleen is die nu een beetje versnelt hij nu een beetje. Ja, maar je wilt toch ook Europese spelers in leven houden? Ja, nee, natuurlijk. Dat, 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 zou, dat, zou, dat zou leuk zijn. Maar dan, dan moet je dan moet je gaan kijken naar, naar regelgeving of zo. Dan moet je daar uh, een soort van steun uh, uh, gebeuren op hebben. Maar ik, ik zie dat. We hebben, het al hier, we hebben het hier al vaker over gehad, over, uh, over, over zeg maar, de Europese wet- ja, en regelgeving... richting het ondersteunen van de theemarkt in de interpretatieve zin van het woord. En dat, die is er ook niet echt. Nee, nee dat klopt. Ja, ik heb nog even de, de, heb wat bronnen erbij gepakt. Het um, was het FD die kopte dat de hoge stroomprijzen drijven... in de Nederlandse internetsector in armen van Big Tech. Uh, die halen een voorbeeld aan van een datacenter van Eurofiber... waar de, de stroomprijs al 25% verhoogd is... Ja, dat is een. Uh... Ja, nee, dus het kan best zijn dat het nu, dat het nu heel erg uh, versnelt. Maar ik denk dat het... En de 25% is nog niks natuurlijk. Als je ziet nee. dat je als consument 400% voor je kiezen kan krijgen. Maar je hebt natuurlijk ook grote bedrijven. die hebben misschien bij KPN nog uh, een paar rek staan. Uh, met het een en ander. KPN is, is, is in Nederland best een groot bedrijf. Maar ja, qua stroominkoop denk ik niet dat die. Uh, Net als uh, Microsoft een compleet windmolenpark opgekocht hebben. Nee, dat denk ik hebben. ook niet. Nee, nee. Maar, nee dus uh, ja, daar zou ook de tarief omhoog moeten. Ja, dat, dat, dat zijn wel. Ja, dat is misschien al niet uh, de meest goedkope speler. Hè? Wel zeer betrouwbaar, natuurlijk. Maar ja, als dat ook nog eens omhoog gaat, dan wordt het op een gegeven moment gaan bedrijven toch verder kijken. Ja, nou goed, ja, en, maar ik denk dat. Ja, nogmaals, ik denk dat dat sowieso zou gebeurd zijn voor bedrijven die dat mogen. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die mogen de cloud niet. Dus die zullen het wel moeten betalen. Want al die lokale uh, dingen. Maar dat zullen dat zullen grotendeels de, de publieke sector en zo zijn. Dan maakt het over het algemeen niet zo heel veel uit, hoe duur het is. Maar uh, die, nee. uh, die, 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 die zullen dat toch wel betalen. En banken die hebben over het algemeen ook wel genoeg centen. Maar, maar voor heel veel andere partijen is het misschien ook wel eens tijd om uh, te gaan kijken. Van, ja, misschien hebben we, hebben we in de, in, bij de hyperscalers wel, kunnen we misschien meer uit onze. Uh, uit ons bedrijf halen. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel mooi als als we in Europa toch ook wel. Ik heb vroeger ook nog heel lang geleden een hostingbedrijf gehad. Ik vind het toch wel mooi als als dat soort bedrijven. Hè, ze, ze hoeven niet allemaal te blijven bestaan, maar dat er wel wat 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 spelers gewoon uh, in staat zijn om wereldwijd datacenters te runnen uh, uh, en dat ook gewoon tegen aantrekkelijke voorwaarden kunnen en niet worden. Gestraft door een energiecrisis. in dit. Nee, nee geval. maar dat ben ik wel met je eens. Alleen ja, dan kom je weer op het punt van wat ga je er dan doen? Als ja, je, maar als, dat is een heel als, politiek als, vraagstuk. Als, als, je, als je dit ziet gebeuren. De, eigenlijk is de, de wens om Euro, in, Euro, in Europa nog grote. betekenisvolle bedrijven te hebben. In, uh, binnen de IT-wereld, zeg maar. is inmiddels al. Ja, dat is een beetje tegen beter weten inwensen, zeg maar. Dat doen we al heel lang niet meer. In eerdere podcasts ook al besproken... besproken. We hebben nog maar een paar fatsoenlijke bedrijven over. Ja. Die heel, die heel relevant zijn wereldwijd. Maar voor de rest zit alles in, uh, in, in de VS of in China. Of uh, Taiwan of uh, Japan of uh, whatever. Ja, dus, nee, is, ja, we houden weinig over in Europa. Daar ben ik met een je eens. Maar ik zou zo graag zien dat dat toch een keer verandert. En, en dat, dat daar aandacht voor is. En daarom ook een beetje natuurlijk deze podcast. We, we, moeten, we, leggen, dan we, leggen een, we leggen een probleem bloot. Wat moet er dan gebeuren? Ja, dan kom je toch uit op een politieke oplossing. Misschien toch die stroomprijs loskoppelen van die gasprijs. Dat die stroomprijs in elk geval... Niet zo hard omhoog gaat. Omdat, ja. ja, maar dat is tegenwoordig ook lastig natuurlijk. Want uh, datacenters liggen al onder, de, uh, onder een vergroot glas. We, we hebben natuurlijk het hele Zeewolde-verhaal gehad. Maar ook uh, andere dingen. Met het hele verhaal over dat, dat ze heel veel lach... water verbruiken en zo. Ja, maar dat, um, ja, dan zit je ook een beetje. Dat is denk ik wel lastig om het er nu doorheen te krijgen. Als je het nu gaat zeggen, we gaan nu. gaan we, gaan we de datacenters helpen. Nou, ik denk dat je de hele industrie moet helpen. Ik denk dat je voor iedereen de stroomprijzen loopt. Ja, komt. natuurlijk, maar dat zou mooi zijn. Dat is voor iedereen beter. maar... Uh, ja, aan de andere kant, het kan ook iets tijdelijks zijn natuurlijk. Laten we hopen dat het, dat het niet al te lang meer duurt, die, die ellende in, in, in Oost-Europa. Ja, maar goed, als je, stel nou dat de datacenters de komende maanden allemaal hun tarieven met 100 of 200 procent moeten verhogen. Ik denk wel dat je dan een extra migratiegolf gaat krijgen richting de cloud. Ja, dat denk ik ook. En als je die eenmaal gehad hebt, gaan ze niet meer terug. Nee, maar waarschijnlijk ook omdat ze best tevreden zijn als ze daarin willen zitten. Ja, maar als je op een gegeven moment een macht hebt bij drie of vier spelers, gaan die dan niet de markt do zover zo domineren dat misschien wel de prijs ja. gewoon overal omhoog ja. ja. gaat? Ja. Want dat hebben we dat bijvoorbeeld kan. in, in telco-land wel eens gezien. Ja, als je te weinig spelers hebt, dan ja. voeren ze gewoon met z'n allen de prijs op en dan moeten we allemaal maar gewoon meer gaan betalen. Dus ja, het is ook een soort van concurrentiepositie die je dan helemaal opgeeft. Ja, nee, maar goed, maar dan zou je denk ik in, de, in deze regio, of, of in Europa, of in uh, de Benelux, of weet ik wat, dan zou je eens een keer echt wat, wat, wat meer samen moeten gaan doen, of zo. Meer van die partijen samen op gaan trekken en, uh, en, en, en een, een, een nieuwe dienst aan gaan bieden. Zoals dat of... ga jij ik bedoel je? Ja, uh... Nou, dat is niet echt dat is meer een framework, hè? dat is niet echt een, uh, ja, dat is ook weer zoiets, dat denk ik, ja. Ja, we zijn nog wel goed in een soort bestuurscultuur innovatie- uh, idee toch? Ja, ja, en dan is het binnen drie maanden het is, is, is ene land is dan weer beu en die stapt er dan weer uit. En dan, uh, dan krijg je dat, dat soort dingen allemaal. En dan dat is natuurlijk allemaal een groot politiek spelletje natuurlijk uiteindelijk. Maar ze hebben bijvoorbeeld in um, uh, uh, Géant, of zo heet dat volgens mij. Uh, die hebben wel binnen Europa een netwerk van allemaal onderzoeksinstellingen en universiteiten. Om die allemaal uh, uh, toegang te geven tot uh, clouddiensten. Alleen is dat dan weer in partnership met AWS. Géant. Géant, dus Frans. Uh, oh, nou, okay. ja, uh, ik Frans. het ook het, 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 het heet het heet ook nog anders hoor. Maar dit is de organisatie die erachter zit. Dat is best, best wel een bekende in, uh, in, in Europa. Alleen die doen het ook met, uh, uh, met AWS. Terwijl ze ook hadden kunnen zeggen, nou weet je wat, we gaan die diensten aanbieden op een van de Europese cloudspelers, de grotere. Je hebt natuurlijk uh, over je cloud, dus dat is best nog wel groot volgens mij. En, uh, die, zit ook, die zitten trouwens ook in Noord-Amerika, uh, dat, uh, dat Franse bedrijf. Er zijn wel meerdere grote, grote cloudspelers die, uh, die, die dat zouden moeten kunnen, denk ik. Ja, alleen ja, dan kom je toch weer uit op die Amerikaanse cloudspelers. Ja, dat bedoel ik. Dus ja, ik, uh, ik denk dat dit meer een soort van een versnelling is van iets wat gewoon onherroepelijk sowieso gebeurd was. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat je toch wel gewoon een paar kwalitatieve hosting eh, hebt... Die, die best wel goede diensten kunnen leveren. Hè, en je hebt in, uh, in Frankrijk heb je dat uh, OVH. Ja. In, in Nederland heb je zo'n LeaseWeb bijvoorbeeld. Of een, uh, <kijkt> uh, misschien een trans uh, in een kleinere schaal. Um, uh, True heb je natuurlijk nog, ook een bekende. Uh, uh, dat zijn toch wel bedrijven die grote datacenters hebben. Of in elk geval huren. En die daar goede diensten in kunnen leveren. Maar ja, die, maar dan, maar dan maar die nu je dus de... net als weet ik het, de bakkers en de slagers getroffen worden door die energiecrisis. Ja, maar dan moet je dus kunnen onderscheiden in die dienstverlening die je levert. En dan, dan moeten ze wel blijven bij wijze van spreken dan kunnen ze bijna niet weg. Als jij, als, als, als bijvoorbeeld een, een Trudy, die doet dat behoorlijk goed, die bieden hun managed services aan aan hun klanten en die zeggen gewoon, wij zorgen gewoon dat alles, dat alles werkt, dat alles compliant is, dat alles goed is en dat het continu... Dat, dat hele verhaal, En jullie kunnen dan lekker uh, doen wat jullie willen in die omgeving en wij zorgen gewoon dat alles, uh, dat alles blijft draaien. Ik maar jij, maar jij wil eigenlijk zeggen, dan moeten ze dan maar lekker in de cloud gaan doen. Nou, als, als, het, als het kan, dan, 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 kijk, dan gaan mensen altijd wel kijken. Dan gaan ze denken, wow, misschien moeten we eens kijken of we dat niet uh, daar en daar kunnen doen. Of misschien daar en daar kunnen doen. En vergeet niet, zo'n zo partij als een True, die kan ook gewoon uh, uh, Microsoft-omgevingen managen... en dat soort dingen allemaal, Azure en zo. Dus dat soort, wat dat betreft uh, valt het bestaansrecht niet weg van dat, soort, van dat soort bedrijven. Alleen heb je kans dat ze veel meer richting die managed kant gaan die management kan dan niet zozeer richting het hostingstuk. Ja, maar dan, dan, dan heb je alsnog, dan zou je nog steeds kunnen zeggen dat je nog steeds best wel veel invloed hebt op, um, uh, ja, op ho hoe dit allemaal draait. Dus dan maak je wel waar gebruik van de onderlaag van een, van een van die hyperscalers. Maar als je dat allemaal inkleedt in een in een in een regionaal sausje, ja. Dat is ook een beetje afhankelijk van in hoeverre dat, privacy, privacy shields en dat soort dingen allemaal, in hoeverre die wet en regelgeving tussen, tussen Europa en, uh, en de VS een beetje, een beetje goed, uh, goed terecht gaat komen. Maar in principe, als, als daar overeenstemming over is, over het hele privacy stuk en, 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 en andere uh, governance en dan andere dingen, dan zou je met zo'n soort van hybride vorm zou je nog steeds wel behoorlijk wat bestaansrecht hebben, denk ik, als, als lokale speler. Omdat gaat uh, uh, de AWS niet voor je regelen. Nee, nee, ik denk ook echt dat dat de enige toekomst is dan. Want um, ik denk ook dat er wel heel veel hosters in de problemen gaan komen overigens. Hoor. Nou ja, ik, als je wat, natuurlijk... Uh, nog... uh, ik geef uh, de informatie hier. Um, datacenters die zetten vaak in een contract dat ze tegen actuele tarieven de energieprijs kunnen doorberekenen. Terwijl een hoogste moet provider die een bepaalde dienst of een oplossing levert heeft dat vaak niet in zijn contract staan. Dus hij kan hooguit op zijn totaalprijs een soort inflatiecorrectie doen. Dat scheelt misschien dat de inflatie hoger <laughs> ja. ja, is. Maar ja, dat zal nooit genoeg zijn om de stijging van die energiekosten te dekken. Want die stijging van de energiekosten, hè, we hebben het net al gehad over 25%, maar hè, we weten allemaal dat de werkelijke stijging van de energieprijs misschien wel 400% is. Ja, dan, dan kan je met die... Met die nou, laten we zeggen 12% die ze volgend jaar inflatiecorrectie kunnen doen. Gaan ze dat gat niet dichten? Nee. Dus, dus er zijn heel veel hosting providers die dadelijk moeten gaan afschrijven. En dan is te hopen dat, dat de energiekosten niet zo over de pand uitreizen dat ze echt serieus in de problemen komen. Nee, Want dan betreft. vallen er heel veel om. En dat zou echt... dat is... Nou ja, als uiteindelijk het licht van een lange duurt dat is natuurlijk ook nog een. Naar beneden gaat dat een stuk minder hard dan naar boven, natuurlijk. En de prijzen waren al aan het stijgen voordat onze Russische grappenmaker. Ja, dat klopt. Oekraïne binnen viel. Dus er was sowieso wel een tendens naar boven toe. Maar ja, het is een beetje. Ja, het is ook weer de ene crisis na de andere crisis natuurlijk. Dus je bent net door die coronacrisis heen gekomen en dan rol je deze in. Dus ik kan me wel voorstellen dat uh, nu, nu hebben, denk ik, de, de hostingpartijen en zo hebben daar niet zo heel veel extreem veel last van gehad, denk ik. Van, uh, van, van de coronacrisis. Maar uh, ja, het is, wel een, uh, het, is, het is wel een. Hoe zeg je dat? Een, ja, het is ook wel iets waar, je, waar je, als je. Als je hier heel snel heel veel last van hebt. dan heb je misschien in de afgelopen jaren ook niet echt genoeg nagedacht over. Uh, ja, ik denk dat niemand dit heeft zien Nee, hey, dat snap ik. Uh, dat begrijp ik. Maar je, kijk, wat ik maar, eerder zei: als jij, als jij, als jij niet meer zozeer van het pure hosten afhankelijk bent als, uh, als provider, als service provider, dan heb je natuurlijk een veel, veel substantiëler buffer dan wanneer je eigenlijk alleen nog maar nog steeds vooral uh, 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 rackjes en uutjes en uh, dozen en, uh, en dat soort dingen um, uh, 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 levert en, uh, en verkoopt. Denk ik? Uh, ja, daar ben ik het mee eens. Dus ik denk dat uh, de managed service providers inderdaad wel buitenschot zullen blijven. Maar je hebt ook uh, uh, zo'n TransIP, die doet volgens mij geen managed services. Die dat is echt een platte hostingboer. Ja. Ja, die zal wel problemen hebben, want die moet echt zijn tarieven fors gaan uh, opschroeven om die energiekosten te blijven betalen. En die bestaan weer uit een groep, volgens mij, waar iets van vijf of zes hostingproviders in Europa onder vallen. Dus die zullen het misschien best wel pittig gaan krijgen. Nou, dan zal het ook een beetje de vraag zijn, wat zijn hun klanten? Als het klanten zijn die niet weg mogen, dan zullen ze wel moeten betalen. Nou, volgens mij werken die altijd met flexibele contracten die je binnen een maand kan opzeggen. Nee, dat snap ik. Maar als een, als een, als, als een klant zelf niet naar de, naar de hyperscaler mag. Nou, die zitten daar niet. Nou goed, maar dan, dan, dan heb je best kans dat er inderdaad wel verder gekeken wordt. Ja. Ja. Dat vind ik vrij zeker dat die daar niet zitten. Um, dus ja, ik, ja, ja, uiteindelijk denken we dat alles toch een beetje in de handen van... ...duiperskillers ja, geduwd ja, wordt dan. Dat, dat is al heel lang aan de gang. Dus dat is niet dat, dat, dat is maar meer dan die 72 procent. Dat zou volgend jaar zomaar eens 80, 85 kunnen zijn. Dat zou kunnen, ja. ja. Nou, dat is toch zonde van de industrie. Nee, daar ben ik mee eens. Maar ik probeer, maar, ik probeer ja. te, uit te leggen waarom het eigenlijk iets ja. is... Wat, wat, ...wat al langer gaande is en dat het nu versneld wordt... Misschien is er ook op, een, op de langere termijn wel, wel geen ruimte of, of behoefte meer aan platte hosting. Of, uh, regionaal gebonden, zeg maar. Nou ja, je moet ergens direct kwijt, zo simpel is het. Ja. ja. ja en waar het dan staat, ja. Ja. ja, dat, zal het, ja dat, dat kennelijk maakt dat de meeste mensen helemaal niet zoveel meer uit te gaan worden. Uh, dan wordt wel minder, ja. ja. Daar ben ik het wel mee eens. Ja, nee, dat klopt. Maar, goed. Dat, maar dan, dat, is, dat is een trend die al een hele tijd gaande is. Dus als het goed is, heb je het ook aan zien komen. Als, uh, als uh, niet zozeer dat het zo hard zou gaan stijgen, maar wel dat... Ik, ik denk niet dat er, dat er, dat er een, enorme, een enorme aanwas is geweest van, vanuit van mensen die, de, die in de public cloud zaten... of in de, bij een hyperscale zaten en nu lekker bij een, uh, bij een regionale hoog zou zitten. Weet je? Die, 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 nee, die de, zitten er al van oudsher. Ja, dus, de, dus de, en, en het verkeer dat er geweest is tussen die twee is denk ik wel gewoon voor regionaal naar hyperscaler gegaan. Dus, dus die, die trend die was een tijdje, ja. dat, dat hebben ze zelf ook wel gezien. Dus ik neem aan dat de meesten wel wat uh, uh, ja, in de stijgers hebben staan. Of strategisch al een beetje weten wel waar ze heen willen en wat ze, wat ze willen. En nou, dat moet alleen dan nu een beetje versneld uh, <laughs> misschien doorgevoerd worden. Ja. Dat is heel vervelend, want als het je eigen bedrijf is, is dat natuurlijk hartstikke vervelend. Dat wil je niet. Ja, ja en ik denk dat heel veel spelers die nu. Uh, echt nog die platte hosting aanbieden, dat dat toch allemaal een beetje prijsvechten zijn. Dus die marge is al dun. Ja, dus dat, uh, ja maar dat, dat is in principe hetzelfde verhaal als wat je in de, in de hardwaremarkt had natuurlijk. Daar zie je ook, uh, op, op een als ging het er ook alleen maar om wie, wie, wie kan de hoogkoopste printer leveren en zo. En, 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 andere, en andere producten. Uh, terwijl ja... daar hebben ze ook de, de, de switch gemaakt van ja, wacht eens even, we gaan software leveren bovenop ja. die hardware. En daar gaan we onze, onze leuke dingen mee doen. En die hardware is eigenlijk gewoon secundair geworden. En dat is een ja, hier zie je dat in het groot ook eigenlijk dat, uh, dat, 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 dat die hardware dan secundair wordt en dat, dat, dat hebben ze allemaal dat, dat weten ze allemaal al heel lang hoor. Dus, ik, dus daar hebben ze allemaal. Als dus jij als vindt al het eigenlijk niet zo'n groot probleem. Je vindt het voor de bakkers en de slagers uh, is het allemaal ja, is het sowieso wel erger, denk ik. Nou ja ik, ja ik vind het op zich wel een groot probleem voor die, voor die partijen. En, 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 dit, en dit heb je niet, dit, dit heb je niet nooit kunnen voorspellen. Dus je, moet, dus je moet nu versneld, moet je waarschijnlijk allerlei dingen gaan doen. Ja. Die je misschien op een roadmap had staan voor de komende drie jaar. Ja. Nou, ja, weet je, dat is, dat is echt heel vervelend. En ik, uh, dat, ik, ik, ik lach er ook niet om verder. Maar um, ja, je, je, je kan er ook zo weinig aan doen verder. Ja, ja we kunnen er niets aan doen. Dus, dus uh, je, je, met, met, met het punt wat ik wil maken is dat als het goed is, heb je al een hele tijd dingen in je strategie uh, 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 gezet. Al om, voorbereid. Om, om hiermee om te gaan. Ja. Alleen niet op deze schaal. Dat is dan even vervelend. Daar kunnen we verder ook niet zo heel veel aan doen, ben ik bang. Behalve heel veel steun? Ja, met met de eerder zei: als je heel veel steun gaat bieden vanuit de overheid, dan dan dat kan publiek opinie in deze tijd niet willen. ...qua publieke opinie. En ik denk ook niet dat het in geding komt wat het nationaal belang dient of zo. Ik denk niet dat het datacenter van KPN zomaar omvalt. Er zal ongetwijfeld wat, wat cruciale infrastructuur van in Nederland staan. Uh, uh, ik denk niet dat dat zal omvallen. Ik denk dat nee, KPN dat ja, ja. wel goed geregeld en het heeft. Daad, en de datacenter van de Belastingdiensten, wat ze zelf hebben, dat zal ook niet zo snel omvallen, denk ik. Nee, die betalen gewoon van onze centen. Die hoge een hogere energierekening, ja, denk ik. Dat betaal ik elke maand met een, een belasting, belasting. <laughs> <denk ik>, ja. <laughs> ja, dus nee, daar ben ik het mee eens. Um, maar ja, weet je, misschien is het dan. Uh, een soort, uh, hoe noem je dat? Uh, nostalgie. Nostalgie die ik heb van vroeger uit dat er, uh, toen kende Nederland 1500 hostingbedrijven, geloof ik. Uh, nu zijn waaronder uh, die van jou? Waaronder die van mij? Ja, ja helaas niet. <laughs> nou, ik ben blij dat ik er niet meer heb eigenlijk. Maar ah, nu wel zeker. Ja. <laughs> nou, nou, wel heel lang niet. Ik uh, ben heel blij dat ik daar vanaf ben. Ja. Maar, um, nou nee, ja, maar dat is een soort uh, ja, nostalgie, denk ik. Maar goed, um, aan de andere kant, als er heel veel datacenters verdwijnen. Komt er wel ruimte voor meer hyperscalers of zo? Is dat... Uh... Nou ja, je hebt natuurlijk het hele... Uiteindelijk het hele sovereign cloud stuk heb je nog. Wat eventueel nog wel potentieel zou hebben. Wat potentie heeft in, in Europa. Hè, dat je... Binnen Europa je, je datacenters hebt, en dat doen nou al die partijen een ja. tijdje terug over gehad en in uitgebreid. Ja, en die zijn dan eigendom van Europese bedrijven, plaats van Amerikaanse. Ja, dus de, 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 en dat zou je in principe, zou je dat, zou je dat ook regionaal op kunnen zetten? Alleen op dit moment zijn het ook weer vooral die hyperscalers die Sovereign Cloud gaan doen hier in deze regio. Ja. Ook hier bij het dus weer te laat. Als het echt iets, als het echt iets wordt, of is, wat, 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 wat heel belangrijk gaat worden binnen Europa, dan had je daar ook veel eerder op in moeten springen. Maar dat hebben we ook niet gedaan. Want ik, ik heb nog niet heel veel initiatieven voorbij zien komen... Van andere, nee. van andere partijen. Dus Het kan ook deels natuurlijk gewoon marketing zijn... dat het op termijn helemaal, helemaal niet meer zo relevant is... dat hele software en cloud. Maar dat is een ander verhaal. Ja, er komt vanzelf weer een nieuw datavertrag en zo. En dan wordt het <tossimus> dus gaan. ja, dan, uh, dus daar hebben ze ook de boot gemist. En uh, ja, verder... Uh, ja, ook even kijken wat dat Privacy Shield gaat doen. Hè. Die zouden, ik denk tegen het einde dat, 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 dat deze aflevering live staat... is die als het goed is, uh, is bekend wat het is... En wat 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 dat het het betekent. Is. Of ze dan die cloud en die Pfizer echt in de nek omgedraaid hebben voor Europa. Ik denk nou, het niet. schijnt. Het enige wat ik er van over, over gehoord heb, is dat, uh, dat, er, um, uh, dat er beperkingen komen in het uh, in privacy shield voor inlichtingendiensten uit Amerika. Dus okay. die, uh, die, die graag ook Europese persoonsgegevens willen inzien en verwerken. Dat, dat, dat is wat, wat uh, Through the Grapevine, zeg maar, uh, okay. ik gehoord. Nou, we gaan het zien. Ja. Um, nou ja, ik denk dat we, ja, dat we het probleem duidelijk gemaakt hebben. De oplossing hebben we niet. Ja, uh, succes als je kleine Nederlandse hostingpartij bent. Uh, en focus op die managed services, zou ik zeggen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. En uh, je kan deze aflevering ook delen met je vrienden, familie, collega's en dergelijke. TechZine Talks. Oh ja, en je kan ons ook nog uh, reten. Vijf sterren graag op Apple en Spotify. Visit techzine.nl voor techzine.eu. dat eu. Don't forget to subscribe to this podcast.